Jazeker. Het is 1 januari, nieuwjaarsdag. En hoe kunnen we het nieuwjaar nu beter inluiden dan om lekker te gaan vogels kijken? En dat doe ik vanochtend weer met mijn broer Erik. Ja. Dag. Erik, je bent hier al een tijdje. Ja. Heb je wat gezien? Nou, ik heb behoorlijk wat vogels eigenlijk wel gezien. Wijs eens aan. Hij zit nog steeds. We hebben daar de brandgans gespot. Wacht even, gaan we even kijken. Hij loopt een klein beetje mank, heb ik het idee. Ja, hij zit nu, maar het is inderdaad een mankenpoot. Ja. En een stuk verderop heb ik wulpen gezien. Wacht even, waar lopen die? Want dat vind ik hele mooie stelt over. Ja, een stuk verderop. Die zaten met z'n drieën bij elkaar. Waar zitten ze nu dan? Dan moet ik even kijken. Oh ja, daar in de verte. Ja, en er staan er ook daar op dat eilandje. Ja. Ja. Nee, dat zijn toch... Hey, wist jij dat de wild de grootste steltloper is van Europa? Nee, dat wist ik eigenlijk niet. Ja, het is echt zo'n pakbeest. Ja? En er is maar één grotere steltloper in de wereld en dat is de Amerikaanse wulp. Oké. Maar goed, we zijn hier in Europa, dus onze wulp is gewoon de grootste. Heeft de langste snavel. Dat wil ik net vragen, maar waar zit nou dat verschil in tussen een wulp en een kluut? Ja, die kluten die staan daar. Zie je die witte pluk? Ja. Dat zijn kluten. Dus je ziet... Inderdaad, nou je het zegt, ja. Het verschil is natuurlijk de kleur. Ja, ja. De kluut is wit, de wulp is bruin. Ja. De kluut is ook wat kleiner. Uh-huh. Maar allebei hebben ze een kromme snavel. Alleen de wulp heeft een kromme snavel naar beneden, ja. De kluut heeft een kromme snavel naar boven. Oké. Maar ze eten ongeveer hetzelfde? Nee, de wulp eet schelpen en wormen en pieren. Ook op de zandplaat en de schelden prikt hij die naar pieren. Maar de kluut die maait dus met die snavel door het water en door de modder. Ja. En daar zeeft hij dan de algjes en de vlooi, de watervlooien en ik weet niet wel wat allemaal uit. Mm-hmm. Dus dat ze eten. Ze eten verschillend voedsel. Maar die zitten nou hier in de winter, maar blijven die hier ook broeden bijvoorbeeld? De kluten broeden hier in de karrevelden. Ja. De wulpen niet. De wulpen die broeden echt in het binnenland. Ja. In Drenthe broeden ze geloof ik. Oh. En verder op hoogveengebieden in Europa. Ja. Maar de kluten die broeden hier. Maar oké. Ja, het verbaast me dat ze er zijn, want kluten trekken ook weg. Ja. Het is natuurlijk nog geen strenge winter. En dan blijven ze een beetje hangen. Ze hangen een beetje op de vorstgrens. Als het nou gaat vriezen, dan zijn ze ook acuut weg. Oké. Ja, zo zijn er ook nog meer vogels gezien. Ja? Onder andere de slopgans. Nee, niet de slopgans. Slop 1. Oh, sorry. Ja, de slop 1. En weet je waarom die zo heet? Weet ik niet eigenlijk. Ah. Nee. Kijk, een wilde eend ken je wel, hè? Een wilde eend. Een wilde eend, ja. Die heeft de snavel, die is gewoon recht. Ja. Een beetje recht. Maar de slop eend heeft een hele brede slobbereend. En, oh, daar slobbert hij mee door. Serieus, dan moet ik goed kijken. Wacht even, ja. Even of ik hem nog kan ontdekken. Ja, daar achterin, daar op die plas. Even kijken hoor. Ja, nu zie ik het, ja. Ja, hè? Ja, je hebt nog gelijk ook. En heb je die bergeenden trouwens al gezien? Ja, die staan daarnaast. Met mijn bruine. Ja, een stuk of 4 of 5 zie ik zo. Die zijn veel groter dan slobben trouwens. Veel meer, een stuk of 10. Er staan ook smieten tussen. Ja. Die bergeenden, dat is ook wel leuk. Die broeden in konijnenholen. In konijnenholen? Ja. Waarom? Wat hebben jullie naar mijn konijnenholen? Ja, weet ik veel. Daar broeden ze gewoon in. Oké. Dat doen ze. Ja, waarom? In konijnenholen onder de grond? Nou, een konijnenholen is meestal onder de grond. Ja, want de haas heeft een leger. Ja, maar een haas is geen konijn. Nee. Ik moest dat even zelf. Ze vallen mij wel aan mijn oren. Ik vraag me. Jouw natuurkennis is ook echt fenomenaal. Ik vraag me even naar de bekende weg. Maar voor de helderheid, dus in konijnenholen. Ja, in konijnenholen, niet op een hazenleger. Nee. Zijn de eieren eenmaal uit van bij zo'n berg heen, ja. Dan kruipen de kuikens van verschillende nesten bij elkaar. Ja. En dan zie je 1 of 2 van die oudere vogels, die zie je in die hele grote groep kuikens. Ja. Krijg je echt van die klasjes of crashjes. Oh, dus en die zorgen dus ook voor andere kuikens van anderen? Ja. Oh, dat is leuk. Klopt. En wat doen dan die anderen? Die gaan nog voedsel zoeken? Ja, of die gaan ruien, dus de veren verwisselen. Oké. Of een beetje uitrusten. Oh, dat is wel mooi. Ik weet het niet zeker, maar misschien wisselen ze elkaar ook wel af. Dat weet ik niet. Ja, als je dat doortrekt naar de mensheid, de mensen moeten ook eens wat meer met elkaar, of meer lief zijn voor elkaar. Ja, veel mensen zijn dat ook. Hè. In 2021 vind ik dat wel goed. Hé, ik zie nog wat anders. Dat vind ik wel heel mooi. Dat zijn rotganzen. Rotte ganzen? Nee, rotganzen. Oké. Maar het zijn er niet veel dit keer, er zijn er 3. Even kijken hoor, waar zie jij die zo snel? Maar nee, het zijn er 4. Waar zie je die nou? Daar links. Je hebt dat bosje daar en daar tussen die 2 bosjes lopen ze. Oh ja. Rotganzen. Die,
Die komen helemaal uit Siberië hier naartoe om te overwinnen. Ja, vind je het gek? In Siberië is het min 57 op dit moment. Oh, dan dat wil het toch niet zijn? Ach, vogel. Nee, dan kun je beter hier zijn. Hier is 5 graden. Lekker warm. Ja. Ik heb trouwens ook, toen wij hier naartoe reden, zag ik ook een torenvalkje. Ja. Maar ik ben hem even kwijt, hoor. Ja, die zat aan de andere kant van de weg. Oh ja. En we zagen net ook al een zilverijger, hè? En die zat... Die zag ik in eerste instantie. Ja, dat is waar. En, 25. Ja. En zit hij er nog steeds? Even kijken. Ja, ik zie hem vliegen. Ja, dan verrek je. Ja, hij zit er nog steeds, hoor. En dan gaan... Oh, kijk eens, daar gaat alles. Zijn pook voor die reiger. Nee, er staat een torenvalk boven te bidden, maar dat vliegt zie dan niet voorop. Hij is vandaar, die torenvalk, daar naartoe gegaan. Ja, maar zie je hem bidden? Ja, ja, ik zie hem bidden, ja. Het is echt een stip. Ja. Hij hangt erboven. Hij zoekt de lekkerste vogel uit. Nou ja, een torenvalk van muizen en insecten, maar geen wulpen. En ook geen brandvalk. Zie je, ja. Een torenvalk is maar zo groot. Ik ben blij dat ik gewoon vraag, anders is ik ben blij dat ik vaak met jou op stap ga, want ja. Ik leer zien de ogen veel meer van vogels. Ja, dat is wel nodig ook. Ga jij überhaupt wel de vogel kijken? Ja, in mijn achtertuin. Ja, ik heb best wel een tuin en ja? Er zitten ook veel vogeltjes. Ja. Vandaag zag ik nog echt koolmeesjes, pimpelmeesjes. Ik zag een verdwaalde kou. Die kwamen allemaal op voedsel af in mijn tuin. Oké, dat doe je goed. En ik zie ook vinkjes, roodbosjes, dat soort prachtige beestjes. Maar echt de tuinvogels. Ja, serieus. Ja. Mooi. Die probeer ik ook een beetje te voeden, hè, met deze temperaturen. Ja. Nou, prachtig. Moet iedereen doen. Een beetje zorgen voor de natuur. Goed zo. We staan dus in de karrevelden. Het nieuwe jaar is ingeluid. Op naar 2021. Elke dag weer een nieuw filmpje op visdief.nl. En ik weet eigenlijk ook niet wat. Het volgen waard. Ik doe het even opnieuw. Het nieuwe jaar is op gepaste wijze ingeluid. De eerste vogels zijn weer gezien en gefilmd. En ik hoop ook dit jaar weer elke dag een filmpje te kunnen plaatsen. Heel veel plezier dit jaar en ook heel veel vogels toegewenst. Erik, dit was het weer. Goed gesproken, Visdief. Dankjewel, Erik. Ik hoop dat er heel veel mensen gaan genieten van de vogeltjes en de natuur. En dat we dit jaar ook weer wat vaker op pad mogen natuurlijk. En kunnen gaan. Ja, zeker. Goed zo. Ik wil veel oppikken van de natuur.